Vanaf nu is alles omgekeerd. Oftewel, vandaag doen wij alles omgedraaid. Samen met mijn beste vriend Melchior ga ik namelijk kijken hoe ver wij non-stop achteruit kunnen lopen. En we starten nu! En achteruit lopen klinkt misschien een beetje apart, maar het schijnt dus ook zo te zijn dat het goed voor je is. Omdat je daarmee andere spieren traint dan de spieren die je gebruikt als je vooruit loopt. En zeg nou eerlijk, wie is er niet benieuwd hoe ver je kunt komen als je non-stop achteruit gaat wandelen? Pak de Strava erbij. We kunnen ook heel langzaam, hè. Ik bedoel, lopen is lopen. Je hoeft niet te rennen. We gaan nu in de min, omdat we achteruit lopen, dus we gaan helemaal niet vooruit. We houden dus bij hoeveel kilometers we lopen. Maar om die kilometers te halen, moeten we wel op een paar kleine dingen letten. Een aantal regels vandaag zijn dat we altijd in momenten moeten blijven. Dat kan snel, dat kan heel langzaam. Maar het gaat erom dat we blijven bewegen. Daarnaast mogen we ook niet vooruit lopen. Was dat niet het hele idee van de video? Tenzij aangegeven in een opdracht. Ah. Ja, opdrachten. Om het ons nog lastiger en jullie een stuk leuker te maken, heb ik Nicole een paar vragen laten bedenken. Bij ieder goed antwoord krijgen wij een beloning en bij ieder fout antwoord krijgen wij een straf. Na iedere vraag gooien wij de dobbelsteen om te bepalen binnen hoeveel kilometer de beloning of de straf moet worden uitgevoerd. En ieder punt op de dobbelsteen telt als een halve kilometer. Een envelop? Een envelopje. Officieel wel. De vraag is heel simpel. Wat is de hoofdstad van Moldavië? Dat is Schrasnivlusprof. Oké, nou goed, ik maak hem open, want we hebben het dus allebei fout. Wat ten eerste betekent dat het antwoord Chișinău was. Bij het foute antwoord moeten we een verfrissend duikje nemen. Oké, eerlijk. Is ook niet heel erg, alleen dan moet je daarna de hele tijd nat gaan lopen. Alles moet achteruit. We moeten achteruit het water in. Achteruit duiken. Zwemmen. En dan hebben we dus ook nog eens zo'n dobbelsteen die voor ons gaat bepalen binnen hoeveel kilometer wij dat moeten gaan uitvoeren. Het is... Twee! 1 kilometer! En waar zijn wij heel dicht in de buurt? De sloot! Nee! Het Geesmerambacht. En je kan je natuurlijk voorstellen dat de mensen die we onderweg tegenkwamen vrij raar opkeken van ons idee. Hoi, alles goed? Nou, gaat wel lekker. Ik had zo mijn vermoedens dat we het misschien niet zo heel lang zouden volhouden. Maar nu ik even bezig ben, denk ik dat we nog veel verder gaan komen dan dat we dachten. Zeg dat niet te snel, Lars, want heb je wel eens nagedacht over het achteruit oversteken over een drukke autoweg? We willen oversteken, maar ja, er komen auto's aan. Ja, nu moet ik gaan, hoor. Ja, nu. Hup, tempo, tempo. Je kan hier geen wegjes draaien. Nee. Laat in de comments weten hoeveel kilometers jij denkt dat ik haal. Degene die het precies goed heeft, ga ik iets leuks opsturen. Ik weet nog niet wat. Klinkt wel een beetje fake als je het zo zegt. Lars, je moet iets specifieks hebben. Ja, zeg, van, hier, boom, gedragen... 100 euro. Ja, maar hoezo, wat heb je nou 100 euro? Ja, heb wat heb je liever, aan. Gedragen sokjes of 100 euro? Uiteraard ben ik weer mega goed voorbereid. Ik heb een zonnebrilletje voor de zon. Een rugtas met water. Zijvakjes waar ik spullen kwijt kan. De dobbelsteen, kan je vasthouden. Omdat Nicole zei, neem je zwembroek mee, was ik er al van uitgegaan dat we moesten zwemmen. Dus die heb ik mee. Ik heb een EHBO-kit, voor als we ongelukken krijgen. Ik heb koekjes. Oh, was dat het? Nee, dat was het nog niet. Ja. En oortjes voor als ik jou zat ben. Aha, oké. Dat gaat snel nodig zijn. Ik kom net uit mijn werk en Lars die zegt, laten we achteruit gaan lopen. Ik heb mijn zwembroek aangedaan, want hij zei wel dat het misschien een beetje nat ging worden. En dat is alles wat ik weet. En daarom zeggen ze, een goede voorbereiding is het halve werk. Inmiddels zijn we al lang aangekomen bij het meer waar we willen zwemmen. En ik vraag me nog steeds af hoe we dit willen gaan doen. Telefoon uit mijn zak. Kut. Dat is wel kut, hè? Ik heb ook een dubbele knoop erin gedaan. Maar achteruit, hè? Ik heb mijn sok kapot gemaakt. Sorry, Lars. Gast, hij zit helemaal in de knoop. Ja, dat zeg ik. Oké, skip deze. Hij heeft helemaal zijn schoen in de knoop gedaan. En wel gewoon uit dan. Oh, trouwens, ik ga gewoon dit doen. Ja, dit is echt ziek vermoeiend. Het gaat nu ook opeens een beetje waaien en stormen en zo. Dus het is helemaal niet meer zo plezant. Daar dacht Melchior ietsjes anders over. Maar daar krijgt hij later nog wel spijt van. Oh, het is zwaarder. Nu eerst tijd voor ons verfrissende duikje. Ik denk alleen wel dat er een probleem ontstaat. Vandaag is namelijk code geel uitgeroepen. Het zou zomaar eens goed kunnen zijn dat het zometeen gaat stormen. Het is eigenlijk ook best raar om lopend achteruit onder water te plassen. Op dit moment is eigenlijk alles raar wat we aan het doen zijn. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door. We moeten de kilometers bij gaan lopen. Wat is jouw tactiek, Mel, qua omkleden nu? Ik ga eigenlijk alleen mijn schoenen aandoen en dan ben ik klaar. Heb je je ooit afgedroogd terwijl je achteruit aan het lopen bent? De volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Zal ik laten zien hoe je je uitkleedt? Je moet eerst even zorgen dat je benen een beetje droog zijn. Huppatee! Komt er iemand aan die kant aan? Nee. Oh, wow. Hey, dat is wel gelukt. Oh.
Ik zal jullie de rest van de beelden ook gewoon besparen, maar jullie hebben in ieder geval gezien dat we niet hebben stilgestaan tijdens het omkleden. Goed, weet je, we moeten door, dus laten we gaan. Persoonlijk had ik verwacht dat met de rondjes van de rotonde video mensen naar ons toe zouden komen en vragen wat we aan het doen waren. Ja, nu met het achteruitlopen hebben we in de eerste 30 minuten denk ik al 10 mensen gehad die vroegen wat we aan het doen waren. Nee. Woon je nou thuis alleen op jezelf, helemaal zonder vrienden en heb je sociaal contact nodig? Ga achteruitlopen. Precies. De tweede opdracht, of eigenlijk de tweede vraag, waar een opdracht uit voortvloeit. Dat heeft Nicole toch weer leuk bedacht. Hoe noem je een vrouwelijke olifant? Serieus, een naam voor? Ik weet het wel, dat ligt op het puntje van mijn tong. Een lolifant! Lars, wat gaat het worden? Mijn final answer is een... Ja, ik heb echt geen idee. Voor mij is oli... Een koe. Serieus? Hou je mond. Hoe wisten we dat niet? Als we het goed hadden, mochten we 250 meter in één rechte lijn vooruit lopen. Oh, dat had ik echt wel heel graag gewild. Alleen nu lopen we 250 meter in één rechte lijn achteruit. In een rechte lijn? Een hele kaasrechte lijn. Inmiddels zaten wij al op meer dan 4 kilometer non-stop achteruit lopen of langzaam bewegen. Dus tijd om 250 meter achteruit te lopen in één rechte lijn. Wie heeft dit bedacht, jongens? Vanaf nu... Een rechte lijn. Bij de 4,7 zijn we klaar. Eerst omhoog. Mag... Dit gaat zwaar worden. Dit wordt echt super zwaar. En dit is ook lastig om je momentum te behouden. Oh, oh, oh. Ik loop achteruit. Bel. Ik ga in de rechte lijn terug. Oh. Focus op je stappen. Je moet in beweging blijven. Focus op je stappen, niet uitglijden. Dit is tand toe zwaar, Melchior. Mel, pas op. En boos hem. Ja, ja. Loop. En je rechte lijn. We komen daar vandaan. Dus de lijn is hierheen. En als je dacht dat door het hoge gras heen lopen het vervelende was, dat is niet helemaal waar. We moeten namelijk zo recht door dit bos heen. Ik volg jouw pad. Daar komen we vandaan. Hoeveel meter hebben we nou? Ik heb geen signaal. Je hebt geen signaal. Hoe met hem? 4,65. 500 meter nog. 500? 50. Op dit moment vraag ik mij echt af wat omstanders hebben moeten denken toen ze twee mannen achteruit door de bosjes zagen lopen in één rechte lijn. Ik zet mezelf soms echt voor schut. Op Melchior's teller, 4,7 kilometer. Ik heb de 5 kilometer al gehaald, geeft hij aan. Ja, het is wel vreemd dat jij zoveel stappen meer doet dan ik. Ja, misschien dat ik net meer rondjes heb gerend of in het water ben ik verder gegaan. In het water ben ik verder gegaan. Nee, maar het is niet zoveel verschil. Dat weet je toch niet? We zijn nu bijna anderhalf uur aan het lopen. Ja. Ja, dat is wel dat is echt, extreem. Dat is extreem. Anderhalf uur al lang. En achteruit, zonder stoppen. En je kan je bedenken dat na anderhalf uur wandelen de problemen zich wel een beetje begonnen te vormen. Probleem 1 is, dat was mijn allerlaatste beetje water. Probleem 2 is, hoe kan je lopend je waterfles bijvullen? Laat! Laat! Het ding van dit soort video's, je kan het veel langer volhouden als je alleen maar zou moeten lopen. Gewoon één stuk, zonder opnames, zonder challenges. De challenges maken het zeg maar niet heel veel moeilijker, maar wel net even moeilijker dat het wel heel snel achteruit gaat. Ja, letterlijk, achteruit. Is dit op YouTube? Ja. Mag ik even op YouTube? Wat wil je zeggen dan? Zeggen? Ja, abonneer even hoor. Ja. Daar ben ik het volledig mee eens. En terwijl jullie eventjes abonneren, is het voor ons alweer tijd voor de volgende vraag. Nummertje 3. Wat is de enige planeet in ons zonnestelsel die niet naar de Romeinse god is vernoemd? Jupiter is sowieso een god. Pluto, is een Pluto een Pluto god? Pluto is geen planeet. Pluto is toch een planeet? Nee, dat is niet meer. Dat is, mag niet meer. En door alles wat we hier aan het zeggen zijn, krijg ik zo langzamerhand het idee dat je breincapaciteit wordt beschadigd door het achteruitlopen. Ik kies Neptunus. Oh, kom maar. Ja, is goed. Gast, Neptunus is toch de onderwatergod? Ja, dat is toch een Grieks god. Oh ja, dat is wel waar. Ja, wat zeg jij? Mars. Ik zeg Venus. Nee, dat is echt sowieso niet goed, man. Wil je nog een andere planeet bedenken? Ja, Jupiter. Jupiter. Het goede antwoord is de aarde. Godverdomme, die kon het een kutvragen. Het slechte antwoord is loop achteruit verder op blote voeten. Ja, dan moeten we weer onze schoenen uit. Dan gaan we ze dan weer aandoen. Op dit grindpad. Ja. En de dobbelsteen mag ook nog eens bepalen voor hoe lang we dat moeten doen. Op, kom op. 4. Dat is dus 2 kilometer. Op de 8,4 kilometer mogen we de schoenen weer aandoen. En voor jullie informatie, dit is de grond waar we op lopen. Oeh,
Het is zo niet prettig dit. Dat is de route naar het frikandellenbos. Moeten we daar dan ook naakt rondlopen? Ja, ik heb zo een nieuwe challenge voor jullie. Achtergebleven op de naakte man. We gaan omkeren, we kunnen die niet filmen. Nee, dat mag wel. Nee, dat mag niet, gast. Kom. Nee, Mel, dat kan niet. Je mag hier zo filmen. Dit is legaal om hier te filmen. Denk het is niet legaal om hier naakt te zijn. Het is legaal om hier naakt te zijn. Nee. Dit is letterlijk... Ja, ja, dit is het naakt recreatiepunt van het Geesper Ambacht. Dat is oprecht. Ja, dat is oprecht zo. Nou, dat kom ik dus nooit. Deze dan weet je dat ook. Om de pijn te verzachten namen we maar gewoon een hoekje. Maar gelukkig werd het al stukken beter toen we bij het zand aankwamen. Oh. Maar het is wel echt hard zand. Ja, maar het is wel echt lekker veel zachter dan al het andere aan je voeten op dit moment. Ik voel mijn kuiten echt wel hoor. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik voel echt niet mijn kuiten. Ik voel mijn knieën. Nou, dan hebben we dus allebei een hele andere spiergroep die we nu aan het trainen zijn. Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Ja. Ik had ook nooit verwacht dat ik 2 kilometer achteruit zou lopen op blote voeten. Ja, net deed Melchior dus een beetje stoer. Dat ik nog wel 5 uur door zou kunnen. Ik zou 5 uur door kunnen als hij niet deed tijd naast me lopen. Ja. Ik heb echt het idee dat er zo heel snel een kantelpunt gaat komen dat het echt zwaar en kut wordt, zeg maar. Oké, we mogen onze schoenen weer aandoen. Maar... we mogen nog steeds niet stoppen. En net zoals met het zwemmen was het hier natuurlijk weer praktisch gezien onmogelijk om onze schoenen achteruitlopend aan te krijgen. Maar het is ons gelukt en was het eigenlijk ook gelijk weer tijd voor de volgende vraag. Vraag 4. Hier achter ons is ook weer de bewoonde wereld. Wie hebben meer botten? Katten of mensen? Ik denk dat katten meer botten hebben, man. Zullen we samen voor katten gaan of nee, zeg jij mensen? Nee, ik ga mensen. Oké. Okay. Ik ga mensen. Katten! De eerste vraag goed! Wie bedenkt er nou? Ja, oké, maar het zijn ook allemaal strikvragen. Gast, Nicole maar bedenkt ik dacht, deze vragen, ik dacht, gast. Dit is zeg maar hetgene wat je dan denkt dat je niet verwacht en dan is het toch weer het ander. Loop 100 meter vooruit geblinddoekt. Is dat het goed? Geblinddoekt is kut. Je mag wel vooruit lopen. Maar vooruit lopen is chill. Loop 100 meter met een blinddoek achteruit. Dus we moeten allebei geblinddoekt. Ja, en dan jij achteruit en ik vooruit. En na inmiddels al 9 kilometer non-stop achteruit te hebben gelopen, ben ik erg benieuwd wat het met me gaat doen als ik nu vooruit moet lopen. Helemaal omdat ik geblinddoekt ben. Wow! Lars, moet ik rechtuit nu? Ja, rechtdoor. Dit is levensgevaarlijk, jongens. Er komt zo'n fietser aan, man. Ja? Ja? Ja, blijf daar lopen. En ik kan je zeggen dat cameraman Lars de volgende beelden doodsangst heeft uitgestaan, want hij moest 2 blinde mannen begeleiden. Waarom loop je zo snel? Er komen fietsers aan, dit is gevaarlijk. Gast, dit is zo raar om vooruit te lopen nu. Oh, dat is echt niet lekker. Ik ben bijna bij hem. Het is helemaal recht. Ik kan hem bijna aanraken. Hij speelt vals. Hij zegt toch? Hij speelt Lars, vals. Lars, je kijkt niet eens. Naar links, Mel. Wat ja. Ja, maar voor zijn links of voor mij ja, links? Ja, nee, ik roep alles voor hem. Oké. En ja, nu ga je te ver. Wat moet ik doen dan? Nu? Zo, rechtuit. Rechtuit, nee, ja. Hij is echt wat nu ga je aan nemen. Links. Maar hoe voelt het nou om vooruit te lopen? Ja, het is echt raar, maar ook omdat je niks ziet. Nee, je moet wel iets sneller lopen, man. Wat dan? Kijk, Melchior loopt een beetje snel, maar jij loopt ook gewoon wel weer heel erg langzaam. Okay, ja. Lars was ook even vergeten dat als hij met Melchior bezig was, hij mij nog steeds wel in de gaten moest houden. Oké. Okay. Je moet in het gras gaan lopen. Ga in het gras lopen, dat kan. Het is gemaaid. Ja, jij moet iets te veel doen. Oh, we blijven lopen. 9:26 jongens, we zijn yes. Er. Oh, jongens. Oh, hey, lekker gedaan. Zonder dat ik zo zeurde, maar het is heel erg weet eng. Je, dat snap ik zo, wel. Zo, mijn hele ogen die zijn helemaal wazig. Ja, ik was op een koortsdroom zitten op dit moment. Maar nee, dat klopt. We hebben inmiddels meer dan 10 kilometer op de teller. En ik had zelf niet verwacht dat we zo ver zouden komen. Ook begint het nu avond te worden, dus is het tijd voor avondeten. En gelukkig komt de volgende vraag daar best wel goed bij van pas. Jongens, de laatste vraag / op. Ik ga jullie alvast vertellen wat je moet uitvoeren. Als jullie de vraag goed hebben, mag cameraman Lars het avondeten gaan regelen. Dat scheelt. Als jullie het fout hebben, moeten jullie zelf het avondeten regelen. Wat is vestifobie? Hoe? Vestifobie. Vestifobie. Geen meer keuze? Nee. Een fobie voor vesten. Vesten en druiven. Hmm, bestaat dat? Dat zou misschien best wel kunnen. Oké, we gaan het antwoord nu zien. Angst voor kleren. Ja, dat vind ik goed. Eerlijk? Angst voor kleren is goed. Als je angst hebt voor kleren, heb je ook angst voor vesten. Onze vraag, gezamenlijke vraag, goed. Hoppa. En het is echt iets positiefs. Bedenk even als je deze angst hebt. Hoe ga je dan door het leven? We moesten natuurlijk nog dobbelen, maar de snack was zo dichtbij dat het eigenlijk niet meer uitmaakte. Er is op de weg naar ons eten wel iets gebeurd wat jullie waarschijnlijk niet hebben zien aankomen. Het moment is daar. Sterker nog, het moment is hier. Hij stopt. Ja. Ik ga geen grapje maken. Het voelt echt heel onnatuurlijk om naar voren te lopen. Het voelt gewoon zeg maar, alsof mijn benen niet naar voren willen. Ik ben echt helemaal klaar mee. Ik heb honger en ik heb ook echt nog steeds het gevoel dat ik naar achteren val. Dat is echt raar. Weet je, wie kan zeggen dat hij 3 uur achteruit heeft gelopen? Ja. Ik wel en jij niet. Ja, wat een motherfucker. Yes, nee, maar we begonnen eigenlijk uur achteruit. Een minuutje te laat met opnemen. Dus dit heb ik gedaan. 10.56 kilometer, zie je dat? Proud of you, man. Wow. Kom hier, loop met me mee.
Ook voor mij starten nu echt de laatste loodjes. Met inmiddels 12 kilometer op de teller wist ik dat ik nog even moest pushen om zo ver mogelijk te komen. Eenmaal bij de snackbar aangekomen moesten wij best wel lang wachten op ons eten. Dat is niet fijn als je alleen maar achteruit moet blijven lopen. Ook ontdekte ik net dat tijdens het eten cameraman Lars die microfoon eventjes uit had gezet en hem niet meer aan heeft gezet. Dus daarom ben ik er nu om te vertellen hoe deze video is afgelopen. Ik had verwacht dat ik van het eten wel iets meer energie kreeg om achteruit te blijven lopen. Dit was niet het geval. Misschien lag het eraan dat ik snackbar voedsel ging eten en niet iets gezonds. Maar ik merkte gewoon dat ik hier echt aan het eind begon te komen. Ik had inmiddels meer dan 3,5 uur non-stop achteruit gelopen. En het was denk ik wel een mooi moment om er een einde aan te breien. Toen ik me omdraaide en stil ging staan, merkte ik dat ik gewoon helemaal achteruit werd getrokken. Omdat ik zo gewend was aan het achteruit lopen. Voor 3,5 uur lang, dat mijn lichaam eigenlijk heel veel moeite had om zichzelf te stabiliseren. Hier zie je de statistieken die ik heb gehaald op Strava. 13,06 kilometer non-stop achteruit lopen. Ik had niet verwacht dat dit zou lukken en laat me vooral in de comments weten wat voor bizarre, gekke en gestoorde uitdagingen we de volgende keer moeten uitvoeren. Tot ziens!